Het is dinsdag 2 augustus, 's morgens 6:30 en Jaap de Graaf, bijgenaamd Jaap Slek, gaat koppelen voor een ritje naar de Achterhoek. Zo vertrekken Jaap en nog een Jaap naar het eerste losadres in Didam. Inmiddels zijn ze aangekomen bij dat eerste losadres. Het pallet is eruit, de vrachtbrieven worden getekend en nu gaat de reis naar Doetinchem. Zoals u ziet is Jaap daar geen onbekende. Wunderbar. Die stond er voor die dam op, maar die zegt die moet je hier lossen. Nu nog 2 pellets kristalsuiker afleveren bij de ijsfabriek. En dan naar het laatste adres en dat is de Ebbers IJzergieterij in Neede, waar het Spakenburgse kanon is gegoten. Ja, keurig. Ja. Voor het vertrek moest er eerst nog het serienummer ingeslagen worden. Thank you.
En zo vertrokken ze met het kanon richting Bunschoten. Die Jaap die is voor zijn leeftijd best nog lenig, vindt u niet? Baas Henk Vedder reed zelf het kanon de opslagloods in.